We gaan weer een keer op stap. Dit keer ga ik naar Groningen. Of ik ga alweer naar Groningen. Dit keer naar een KWPN-merrie van 14 jaar. Hele leuke eigenaresse. Leuk contact mee per e-mail. Het is, even kijken, 250 kilometer. Ja, ik verzin ze wel. En als het goed is, ben ik daar dan 2,5 uur voor onderweg. Nou ja, op zich is dat niet zo'n probleem natuurlijk. Ik ga nu rijden en dan zien jullie straks deze leuke KWPN-merrie van 14 jaar. Kunnen zien dat het voorgereden werd en dat ik erop gereden heb. Alleen het was heel erg slecht weer. Het goot ongelooflijk. Dus het was niet echt een optie om in de auto nog een keer video op te nemen. Buiten dat het regende was het ook heel donker. Dus ja, het zag er gewoon niet uit. Dus ik doe hem even opnieuw. Ik vond haar heel erg leuk, Verona. Ze liep fantastisch. Ontzettend leuk paard. Is 8 jaar van dezelfde eigenaar geweest. Ik zei helemaal in het begin dat ze 14 is, maar ze is 13, dus ze is 1 jaartje jonger. Heel braaf, heel rustig, wel heel vlot en voorwaarts. Dus dat vind ik echt heel gaaf. Dus ik ben heel erg benieuwd wat Tessa van haar zou vinden. Morgen heb ik nog een afspraak gemaakt. Ja, als je iets leuk vindt, vind je het leuk. En dan gaan we dus weer met een smoes weer naar Groningen. En ik ga ook naar Zwolle, geloof ik. Nou, ik weet niet helemaal precies meer. Maar morgen ga ik dus 's ochtends een paard bekijken en dan 's middags nog een keer naar Verona. En ik neem Tessa mee met de gebruikelijke smoes dat Minke op zoek is naar een paard. En dat zij de kindvriendelijkheid mag testen. Ik ben heel benieuwd wat ze daarvan vindt. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie van Verona vinden. Laat het hieronder achter in de comments. Of misschien dat jullie nog andere tips of ideeën hebben. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doeg!